Ishiro Okina moet er nog een ronde vol zien te houden. Het enige wat Kooijman doet is een beetje met hem praten. Een beetje wakker houden. Dat hij de hoofd bij het werk houdt. En dat ziet er volgens nog goed uit. Maar goed, we moeten nog zeker 600 meter. En het is Ishiro Okina aan de leiding. Op de tweede plaats hebben we dan Kenneki Kite. Dan vlak de Marion. Daarachter Bank Robber. En daarachter dan een gigant van een outsider. En dat is Birbo Kapar. Maar het is volgens nog een duel om de plaatsen. Want die koploper die gaat als een groot vorst aan de leiding. Ishiro Okina brengt ze de laatste bocht in. En op de tweede plaats hebben we dan Kenneki Kite. Vlak de Marion. En Bank Robber volgt daar een vlak achter. Maar ze hebben nog steeds die verre kijker nodig. Ik denk dat Kooijman zo dadelijk, dames en heren, een klein feestje gaat vieren. En als u fan van hem bent, ga daar maar eens staan. Als u nog nooit bent gaan staan voor een paard, dan is dit misschien het moment. Ishiro Okina met een geweldige solo. Nu komen de grootverdieners eraan, maar die gaan dat van zo lang zal zijn leven niet meer redden. Kenneki Kite op plek 2. Vlak de Marion heeft moeite met de draf. Springt eruit. En dat maakt dat Bank Robber nog één keer vrijkomt. Kooijman viert zijn feestje. Ishiro Okina, dankjewel Minima. Wat een informatie bij de huldiging. Ishiro Okina, Kenneki Kite. En op de derde plaats eindigt Bank Robber. 1-5-6. En daar zijn de voorlopige winnaars van koers 8, de Vrienden van de Wietsprijs. Maar ook dank aan Zwaga, Scheepsbouw, J. Meter en MNS Huisman. Die allemaal dankbaar zijn voor de sponsorering van de Vrienden van de Wiets. Die altijd een traditioneel is hier tijdens de Joustermerkenkoersen. Met een prachtige krans en een prachtige prijzenpot dus van 4400 euro. En die vallen ten deel aan de winnaar. En de voorlopige winnaar, dat is de 1 Ishiro Okina met Tom Kooijman. Een 5-jarige vosruim van Vivaldo Bello uit Avenue de Balouette. Gefokt in Frankrijk. In eigendom van Stal BD. Trainer Bas Krebas die zich ook weer heeft gemeld bij de huldiging. En het paard werd gereden door Tom Kooijman. Foto's worden gemaakt met de Vrienden van de Wiets. Die verschillende ereprijzen hebben hier voor de winnaars. En Bas Krebas die assisteert met de krans. Die om het hoofd gaat van Ishiro Okina. Het levert altijd prachtige plaatjes op. En Ishiro vindt die mooie bloemenkrans een beetje vreemd. En dus gaan we om de schouders doen van Tom Kooijman. Die zijn feestje al vroeg kon vieren. In het hoofdnummer van vandaag. Met een prachtige tactiek, een mooie snelle start. En dan de tegenstanders continu op achterstand laten. Fotografen doen hun werk met alle sponsoren van deze prachtige koers. En dan praten wij even met Tom. Tom, wat een fantastische tactiek. Kijk even naar de camera. Ja, tactiek. Ik was natuurlijk gezichtelijk goed weg. En die anderen allemaal problemen, hoorde ik achter me. Dus ik denk, ik kan geen kwaad om een stukje door te rijden. En dat hielp. Dus ze waren meteen uit de koers. En de grootste concurrenten stonden waarschijnlijk in de tweede band. Die hebben je nooit meer gezien. Nee, ik weet ook als ik Fleck de Marion bij me laat komen het laatste rondje. Dan word je op macht word je geklopt. Dan denk ik, geef ze de kracht niet eens 1900 meter. Ik probeer het gewoon een keer klaar. En het paard maakte het fantastisch af. Maar ze had al gezegd, als je de kop hebt, rijd er maar gewoon door. Nou, dat heb ik ook gedaan. Super, Tom. Mooie overwinning. Dankjewel. Tom Kooijman, dames en heren. De man van de dag alweer met 3 overwinningen. En we gaan hem straks in de 9e koers nog een keer in actie zien. En hij wint het hoofdnummer van vandaag met Ishiro Okina. Tom heeft zijn handen vol aan de grote bloemenklans. En andere prijzen die gaan mee met de stal van Bas Krebas. En dan kunnen we straks in de handen voor Ishiro Okina en Tom Kooijman. Just like the sun.